Is het nou ook echt daadwerkelijk nuttig om een mondkapje op te doen? Of heeft het voor de verspreiding van het virus zin om een avondklok in te stellen, waarbij je wel met je hond nog mag wandelen, maar die moet dan wel aangelijnd zijn, want anders kan het virus je blijkbaar wel pakken. De registraties van de mensen die in de IC's lagen volstrekt verkeerd was. Er lagen heel veel mensen die lagen daar en die werden geregistreerd als coronadoden als ze overleden. Maar die bleken helemaal geen coronadoden te zijn. Er werden mensen naar binnen gereden die hadden een auto-ongeluk gehad. En net voordat ze doodgaan kregen ze nog even een staaf in hun neus. En dan waren ze coronadoden. En hoe ver is het nu met die coronatoegangsbewijs of een QR-code-ding? Nou, heel ver. Want op de een of andere manier hebben ze nog nooit een IT-project door de overheid laten uitvoeren dat geen fiasco werd. Alles is altijd een fiasco. Ieder IT-project bij de overheid. Maar de QR-pas, het coronatoegangsbewijs, is in alle Europese landen gewoon heel rustig uitgerold, werkte overal. Fantastisch IT-project. Dus dat moet je al aan het denken zetten. Dat zo'n Black Lives Matter demonstratie ook vreedzaam verliep, maar dat mocht allemaal wel. Er werd niet ingegrepen. Maar op het Malieveld een paar honderd mensen die zich niet zogenaamd aan de coronamaatregelen hielden, die werden gewoon helemaal in elkaar gehoekt.